Atlantzink was er ondersteboven van toen hij hoorde dat oud-premier Ruud Lubbers gisteren overleed. Donderdagochtend was hij te gast in het RN7-radioprogramma Bureau Bart. Daar haalde hij een aantal herinneringen op, bijvoorbeeld van Lubbers die in 1988 op uitnodiging van Lansing te gast was bij De Waal in Vlammen tijdens de zomerfeesten. Toenmalig burgemeester Ian Dalles was daar niet blij mee. Zij vond dat de uitnodiging van haar had moeten komen en niet van Lansing. Lansings verweer was dat hij Lubbers goed kende en daarom zo vrij was geweest om hem uit te nodigen voor de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Wil je het volledige verhaal beluisteren? Kijk dan op rn7.nl.